alles gebeurt in... Ja. De vrouwen zijn in beweging. En deze vrouwen die in beweging zijn, doen het heel goed als het om juridische zaken gaat. Ik heb het over de gezusters Nipte. Een heleboel reacties op Facebook. Zoals gewoonlijk. En ook de vragen die zijn gesteld worden vandaag beantwoord. En ik heb Bendo hier. Bendo, ze hebben gevraagd om vis. Ja. En wat dus voor vis? Ik ga vandaag een lekkere kibbel in. Dat is visfilet gebakken. Visfilet gebakken. Wauw. Ja, en je merkt het. Voor de beste moeder. Waarom stop je daar? Waarom stop je daar? Voor de beste moeder. Is het nog steeds dresscode en soorten als zo. Als Soedici koop je niet bij de Chinees. Nee, je laat het halen. Italiano. Hallo, hier, hoe is het hier? Ja man, prima, prima. Je bent ready, met je cocktails? Ja man, vandaag wordt een exclusieve cocktail. Mm. Omdat het exclusieve dames. Ja, 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 juridische cocktails, ja? Yes, juridisch, hoor, ja, juridisch, matig. Ja. Nee, in hem horen matig, okay. Je mag uit de maat gaan. Ja? Helemaal goed. Laten we gaan kijken en luisteren naar deze twee zusters. Vooral als het om juridische zaken gaat. Im, let op, die mannen. Clifton is ook hier. Kijk Clifton hier. Kijk Clifton hier. Clifton, hey, wat doe jij hier? Paka. Wat doe jij hier? Ik reed langs en ik zag die drukte en dacht van, hey, sip saja. Oh. Maar hoe vervallen voor? Boromang. Heb je gehoord van Boromang? Master nummer 1. Ik ga die bakje komen. Hai. Ik ben met je bakje. Hey. Als een bakje. Kijk, alles goed. Jij scoort het tasje. Hey, blauw daar, blauw in de. Ze zijn de hele dag bezig met me. No, de man gaat op een MP. Is dat niet dan? Ja, in ieder geval een MP. Ja, maar het is nog steeds voor de beste mode dresscode hoor. Weet je wat het probleem is? Hey boy. Kijk, look at tas. Toesnietje. Is niet van mij, die tas is van Riffo. Toesnietje, haar is pas is. Ja, haar is pas. A tas moet schreeuwen. No, ja. Joan. Dag, en de euro. Maureen. Aangenaam. Ja. Jullie zijn ready? We zijn ready. Absoluut. Zijn jullie wachten? Valt er een. Ja, een beetje misschien wel, maar het valt mee. Oké. Okay. En we zijn terug. En boy, ik ga je eerlijk zeggen hoor, vandaag is een aparte opname. Andere mensen moeten geen telomeer eten voor de opname, dat ga ik even verbieden. Er is een man in die bus, hij maakt me zenuwachtig. Waarom? Ik weet niet, hoe maakt die mensen zenuwachtig? Jij wordt zenuwachtig, ik denk het niet. Hij is gekomen om naar mensen kleren te kijken, mensen schoenen. Hij is jaloers op mijn schoen. Oh, hij is jaloers op die schoen. Misschien heeft hij alle reden om jaloers te zijn. Ja, maar hij trekt zijn maat is maat 44. Oh jee. Ja, ja ik ben 42. We gaan nu naar jullie. Zenuwachtig, ik had jullie gevraagd of jullie zenuwachtig zijn, want je hebt me geappt. Ja, klopt. En je hebt me gezegd, simpel. Ik ben zo, wat, geef me dat gevoel. Want op bang zijn, want meestal wanneer ik die mensen bel om in dat programma te komen, beginnen ze te zenuwachtig te worden. Geef me dat gevoel even. Nou, eigenlijk, ik heb al een paar keer naar jouw afleveringen gekeken. Mm-hmm. En de vragen die je stelt, en dan merk je dat de mensen soms inderdaad ook zoiets hebben van, oké. Ja, wat gaat hij vragen? Ja. Mori, welke vraag wil jij niet beantwoorden? Alles vragen. Welke vraag wil jij niet? Je mag me ook alles vragen. Oké, okay, jullie zijn ready voor die vragen toch, voor die antwoorden. Want jullie hebben een heleboel positieve reacties gehad op Facebook. Okay. Jullie zijn de tweede, de derde vrouwen
in dat programma van 2019. Okay. En ik heb gemerkt dat jullie over niet, maar die vrouwen nemen over. Ja, maar zo hoort het ook. Laten we vanaf het begin beginnen. Waar is het leven voor jullie begonnen? Oké, zal ik beginnen? Ik ben de jongste. Ja, oh, jij bent de jongste? De jongste van ons twee. Ja, ja, hier nu. Ja, we komen uit een gezin van 7. Mm-hmm. En ik ben precies de middelste. Mm. 3 boven mij, 3 onder mij. Mm. Dus jij, wanneer ben jij geboren? 31-10-1968. 10 is? Oktober. Oktober. 1968, ik was precies de middelste. Middelste? Ja. 31, en dat hoe zeg je bent nu? Precies 50. 50? Ja. No man, Mauri, no man! Rep voor je baby! 50! Hoi. No man, Mauri, no, even serieus, even serieus. 68, ik word dit jaar 51. Hé, hey, no. Joon, dat. Zij de jongste is hier! Hoe oud ben jij, Joon? Ik ben ouder dan haar. Hoe oud ben jij? 2 jaartjes ouder. 53? Ik word 53. Je wordt 53. Hé, hey, serieus, ik had dat niet gezocht achter jullie. Hey. Ja, zijn jullie behouden me voor de gek, no? Nee, serieus. Ik ben geboren in 66. Mijn complimenten. Wanneer ben jij geboren? 1966, 3 juni. 3 juni 1966. Wat? Mijn complimenten. Ik ga eerlijk zeggen, ik had jullie in de 40. Dankjewel voor 40. Het compliment. 40, serieus. Geen serieus. Ouders, wie zijn jullie ouders? Oké. Mijn moeder is Harriette Isaias. Mm-hmm. En mijn vader die is overleden, Weilen Reinier Johan Nipte. Hij was politieagent. Hij was politieagent, ja. Inspecteur van politie. Hoofdinspecteur. Ja, en hoe was die opvoeding, Maureen? Streng. Kijk, mijn vader die was lief, maar mijn moeder die was wel streng. Juist, dacht ik dat je vader die strenger zou zijn. Mm-hmm. Inspecteur van politie. Ja, nee, mijn vader was een schat van een man. Ja. Je moest je wel houden aan de regels. Aan de regels, want je natuurlijk. Weet, politie, regels, dus je moest je wel houden aan de regels. Ja, maar mijn moeder die hield, die was de strenge. Welke buurt zijn jullie opgegroeid? Kwata. Kwata, Vila Kwata. Mungostraat, ja. Vila Kwata. Mungostraat. Mungostraat, ja. Oh. En toen zijn we verhuisd in 80, na 1980. Naar de Pitaweeristraat. Naar de Pitaweeristraat. En daar hebben we eigenlijk het grootste deel van onze jeugd doorgebracht. En daar... ja, het is nog steeds ouderlijke woning. Mm-hmm. Maar is er iets dat jullie hebben gedaan, dat Welen papa en Welen mama, en het is jij en Joan weten van elkaar? Is er iets? Wat de vraag? Ik bedoel, je weet wat ik bedoel toch? Ja, is dat jullie in terug in de tijd hebben gedaan, dat mama niet weet, nee? Maar mama gaat het nu wel weten. Is er iets? Een geheim? We waren braaf hoor. En Noah ook niet. Nee, we waren echt braaf. Nee, dat mag gezegd worden, ja. Ja, mijn moeder werkte, mijn vader natuurlijk ook. Ja. Dus we waren vaak ook alleen thuis. We gingen naar schoolsmiddag. Juist. En dan speelden we met elkaar, een groot gezin. Dus, ja, 7 kinderen. Dus, ja. We speelden gewoon lekker. En mijn moeder wegging en ze zei: iedereen blijft binnen, blijft iedereen binnen. Niemand gaat naar buiten. Nooit baslaag gehad? Nee, jij? Ja, een baks van tijd tot tijd wel hoor. Waarom kon je die baks krijgen? Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopUp. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. Sms bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani Bai. Ah, mijn soepo Evert, papa. Evert, wie maakt die? Nee, je post dan direct op mijn papa. Srut, Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Arre, oma, jai. Hai, behoed. Frut. De snelle keuring. Frut. Over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606.
Ever since Sprite was born in 1961, things have changed. Cars park themselves. Mobiles are not used for talking anymore. Reality has become virtual. And the delivery guy is now a drone. However, the perfect combination of a Sprite and ice in a glass is still the most revolutionary drink against thirst. Even if today your grandfather cannot recognize a refrigerator, he perfectly understands what the Sprite is and what it is for. Born to refresh. Drink that, Evolution. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Adamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Op donderdag 21 maart met start en finish Boulevard Anton Drachtenweg. Let's ride history together. We starten om 4 uur met soundtrucks feesten door de straten van Paramaribo. Tot 6 uur 's avonds. De Baguaton Color Parade. Op donderdag 21 maart. Ga voor registratie van jou of je groep naar de Baguaton Facebook page. This is an I Love Sue event.
Ja, en we zijn terug. Ze zijn nog steeds bezig met Mor. Echt, die telemetrie moet er niet meer gegeten worden. En ik had zo net een vergissing gemaakt, mensen. Zomaar mee want hier, ma. Niet doen, hè? Wijlen, nee. Ja, heel lang bij ons papa, lieve mama, wijlen papa. Ja, wijlen papa. Laat me direct corrigeren. Mama, mijn lobby. Ja. Ken jullie moeder? Ja, klopt. Ja, we gaan door. Hoe was het op school? Goed. Lagere school was... kleuterschool was wel gelegen. Mijn moeder was leerkracht, dus daar waren we bij haar op school. Daarom was ze zo streng. Ja, klopt. Ja. Ze was streng, inderdaad. Mm-hmm. Lief, en... heel lief, maar wel streng. Mm-hmm. Jullie zijn meisjes toch? Je gaat extra streng zijn op klopt. Jullie. Ja, klopt. Dus lagere kleuterschool was wel gelegen. Mm-hmm. En lagere school was Sint Agnes school. Oh. En Mulo was Wulfingschool. En daarna naar de Amt. Was jij ook op de Amt, toch? Ja. Dus Maureen was eigenlijk vlak achter. Onder mij. Dus ik ontfermde me altijd over Maureen. Ja, klopt. Dus waar ik ging, was Maureen achter me. Was zij je idool? Nee, niet echt. Weet je waarom? Ik ben de middelste van het gezin. Hè. Mm-hmm. Ik heb 3 boven me en 3 onder me. En Doon hing meer met de ouderen. Mm-hmm. En ik hing meer met de jongeren. Mm-hmm. Toch? Dus zij en mijn oudere zus gingen op stap. En ik en mijn jongere zus die speelden samen. Dus ik had niet echt contact met haar, ik had meer contact met mijn jongere zus. Oké, maar gespijbeld? Nee, nooit. Ik wel. Hé, is je? Dit is mijn bewaar hier. Het is 1 keer. 1 keer? Ja. Ik heb nooit gespijbeld. Kijk, wacht, rust. Hij komt. Lekkere cocktail hier. Mooi hoor, wat. Express on the tini heet het. Lekker. Express on the? Tini. On the tini. Krijg maar een rietje bij, anders heb ik misschien een... Nee, maar dan moet ik zo drinken. Ja. Want ik wil gelijk. Oké. Het gaat om het randje, hè. Proost. Hé, proost. Proosten. Ja. Om een lekker gesprek. Ja. Lekker. Tini? Oké. Ja. We zouden praten over het spijbelen van jou. Precies 1 keer heb je gespijbeld. Precies 1 keer. En wat ben je gaan doen? We waren op de motorfiets, een groepje. 3 vrienden en 3 vriendinnen. Op de motorfiets. Precies 3 om 3. MT. En dan zijn we gewoon gaan rijden en zo. En dan tegen 1 uur zijn we dus terug gaan. Vanaf 8 uur morgens tot 1 uur? Nee. Vanaf de eerste pauze. Oh, eerste pauze? Vanaf de eerste pauze, ja. Hoe oud was je? Het was op de Wulfingschool. Het was op de Wulfingschool. Dus dan was ik 16. 16 misschien? 15, 16. En mama heeft het nooit geweten? Nee, ze heeft het nooit geweten. Ja, dat bedoel ik. Ze gaat het vandaag wel weten. Ja. Ze gaat het vandaag wel weten. Ik heb nooit gespeeld. Ik was een brave leerling, hoor. Heel braaf. Heb je ooit een klas moeten overdoen? Blijven zitten? Aan de Ams ben ik 1 keer blijven zitten. De Ams, man. Eerste Ams, ja. Ben ik blijven zitten. Ja, maar ik niet. Ik had herexamen op de Ams, maar ik ben niet blijven zitten. Mm-hmm. Waar is de school geëindigd voor jullie? Universiteit. En hoe oud waren jullie? Hoe oud was Maureen, hoe oud was Joan? Zo, ze heeft eeuwig afgestudeerd, hoor. Ja, ik denk dat ik 28 of zo was. Ja. In de 20 was ik. Zo, en je afgestudeerd, je was hoe oud ongeveer? 28. Ja. Jij misschien, als zij 28 was, dan was jij 26. Ja. 25. Ik ben na haar afgestudeerd. Want ik ben eerst gaan werken. Ja. Nee, we hebben allemaal eigenlijk dezelfde opleiding gevolgd, toch? Lagere school, Wulfingschool, universiteit. Maar wie is eerst afgestudeerd? Jij bent eerst advocaat geworden dan ik. Ja. Maar ik ben volgens mij eerst afgestudeerd, ne? Nee, ik was eerst afgestudeerd. Ze is afgestudeerd toen ze in de advocatuur gegaan. Aha. En toen ben ik gaan werken bij arbeid. Bij arbeid. Het ministerie van arbeid. Oké, maar waar ik wil gaan is eigenlijk, wanneer hebben jullie de eerste heer gezien? Niet papa. Maar juist, dat bedoel ik. Wanneer? Wie? Dat is zomaar vriendje ergens op de Wulfingschool. Het was... Poppy Love. Ja, zomaar. Joan, op je had ook Ams. Zomaar Ams. Ams was het begonnen. Ams. Ja, op de Ams. Zo laat. Hoe heet het? Groentjesavond, no? Nee, een ontgroeningsfeest. Ontgroenings, ja. Daar begint het meestal. Daar begint het meestal. Kijk, onze ouders waren nogal streng, hè. En je hebt
een gezin thuis. Moeder weet waar je gaat, vader weet waar je gaat, wanneer je thuis komt. Dus je hebt geen tijd om afspraak te maken met vriendjes en zo. Klopt. De controle was streng. En we waren echt gericht op onze studie. Ja, en zo. Ja. En is er nu wel iemand? Nee, van mij niet in ieder geval. Maar van je baar zo voor mij niet. Voor mij in ieder geval niet. Waarom niet? Je hebt nooit iemand gehad? Ja. Ik heb twee meisjes, toch? Ik heb twee kinderen. Ja. Oh ja. Jullie zijn groot, gewoon serieus. Ja, ik heb twee meisjes. Ja, je was getrouwd toch? Ik was getrouwd, ja. Ja, zie jij, die memories komen. Ik was getrouwd. Wat is bij dat huwelijk gebeurd? Dat huwelijk is helaas een... ontbonden met dat. Maar Maury was ook jong toen ze trouwde. Ja, ik was heel erg jong. 19. En het was echt bijna mijn eerste vurige liefde. Ja, mijn eerste vaste vriend, mijn eerste formele vriend enzovoort. En we waren heel erg verliefd en toen zijn we na een paar jaar getrouwd. Ja, misa, wat in dat eten? Ja, in die schoolbus. Ja, maar zwaar verliefd. In die schoolbus, 5 uur in de ochtend. Ja, het was Tara en Jantje. Maar echt serieus. Tara en Jantje. Ja. En dan... ik ben in 95, nou ben ik getrouwd, denk ik, of zo. Nee, ja, heel lang terug, hè? 1995. En in 2003 zijn we gescheiden. En je hebt nooit meer een loffer genomen? Ja. Oh, ja. Maar ze bleven niet. Nee, nadat ik ben gescheiden, heb ik mijn kinderen en vader ontmoet. Oh, dus is niet hun vader? Nee, ik ben niet met hun vader getrouwd. Nee. Oh, nee. Heb je hun vader nu uiteindelijk weer ontmoet? Nee, ik was eerst getrouwd met Van Dillenburg. Ja. Toen ben ik gescheiden van Van Dillenburg. En toen heb ik Grims leren kennen. En toen zijn mijn twee schatjes geboren dat is, bij dit is, Grims. Dit is na dat huwelijk. Juist. Na dat huwelijk. Ja. En Grims is er weer. Nee, Grims is er. Aan de demora. Nee, we hebben een heel goede band. Dat moet ik zeggen. Hij is gelukkig getrouwd. Uh-huh. En mijn kinderen gaan om het ene weekend bij hem. Uh-huh. Ik mag nu jokken. Hij is een hele, hele ondersteuning voor me. Oh. De kinderen hun vader hebben contact maar wanneer met hem. Wanneer hun gaan, wij niet ook niet gaan? Nee, we doen samen. Doe maar fucking aan jou. Ik heb ook een zoon. Ik heb een zoon, ja, er is iemand, mijn zoon. Hij is 19 jaar. Kijk hem daar. CJ. Oh, CJ, fucka. Ego. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus CJ. Maar papa van CJ is er ook niet meer. Nee, maar hij is wel nog in mijn leven. Kelvin. Hij betekent oh, Kelvin. Alles. Kelly. Oh, Kelly. Ja. Kelly. Ja. Ja. Kelly. No, dat was ook een Tara en Jantje. Dat was ook een Tara en Jantje. Ja. Maar wat is met die relatie gaan gebeuren? Nou, we waren eigenlijk ook wat jong, denk ik zelf hoor. Maar we zijn nu echt de beste vrienden. Hij komt altijd aan huis. Als er wat is, dan is hij er voor CJ. Hij is eigenlijk de beste vader van de hele wereld. Mm-hmm. We hebben heel goed contact met elkaar. Maar Falka, is er iemand nu? Nee. In mijn hart zijn er zoveel mensen. Ik heb veel liefde. Dus ik geef veel liefde aan veel mensen. Ja, dus, klopt. Oh. Ja, ik dat ook, is ja. Het. Ja. Hoe ik me voor? Nee. Maar, weet je bent druk, dus zoveel tijd heb je ook niet echt om de vrouw te gaan spelen. Ik had ook een vriend natuurlijk, na mijn kinderen hun vader. Was ik heel lang alleen. En hoe laat, 2011? We zijn nu in 2019. En 2011, ja, toen begon ik een nieuwe relatie. En het is ook helaas op de klippen gelopen. Het kan gebeuren toch? Vorig jaar. Maar op welke mannen vallen jullie? Eerlijke hoor, mannen. Hoor. Na de break. Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met eTopop. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani Bai. Ah, mensen, hoe even, papa? Even, niemand idee. Nee, je post dan direct op mijn papa. Srut, even. Even voor het herkeuren van uw auto.
lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa behoed, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal aan. Arre, oma, jai. Hai, behoed, behoed. Frut, frut, eten. Versnellenkeuring. Frut, frut. Over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Ever since Sprite was born in 1961, things have changed. Cars park themselves. Mobiles are not used for talking anymore. Reality has become virtual. And the delivery guy is now a drone. However, the perfect combination of a Sprite and ice in a glass is still the most revolutionary drink against thirst. Even if today your grandfather cannot recognize a refrigerator, he perfectly understands what the Sprite is and what it is for. Born to refresh. Drink that, evolution. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Ben je klaar voor het grootste kleurenparade voor het eerst in Suriname? De Bagwaton Color Parade. Op donderdag 21 maart met start en finish Boulevard Anton Drachtenweg. Let's ride history together. We starten om 4 uur met soundtrucks feesten door de straten van Paramaribo. Tot 6 uur 's avonds. De Bagwaton Color Parade. Op donderdag 21 maart. Ga voor registratie van jou of je groep naar de Bagwaton Facebook page. This is an I Love Sue event. Thank you.
En we zijn terug, we zijn terug, we zijn terug. Bendo! Yes! Hoe ver ben jij? Bijna ready? Nog even. Oké, ik kom straks even bij jou. Ik heb niet gegeten hoor, ik heb zitten. Zie je, heb je gehoord, Die mensen ze wachten gewoon ja, op het eten. Ja, maar we komen uit de rechtszalen, ze hebben honger. Zie je? Bendo, dat kan je ze niet aandoen. Even 5 minuten. Goed, ja hoor, okay. Ja. Nee, met Bendo lukt het altijd. Wel ga je misschien morgen eten, maar het lukt. Nee, het komt vandaag nog. Komt goed. Op de zondag, als je honger hebt op de zondag, is hij ook bezig daar boven bij het vat, toch? Oké. Hoe heet het weer? Brunch buffet. Oké, op de zondag. Op de zondag. Oké, nee. Ja, voor de Noordse mensen. Oké, nee. Voor ons dus. Voor ons dus. Oké, waar waren we gestopt? We waren gestopt bij een... Op welke? We waren net klaar met Kelvin. Mm-hmm. Ja. Daar die volgende vraag van welke was... Welke mannen vallen? Op welke mannen vallen jullie? Welke heren vallen we? Ja, heren. Voor mij is het belangrijk dat die man eerlijk is. Absoluut eerlijk. En lief, zorgzaam. Maar voor de rest, ja, maakt het niet zoveel uit. Ja, kijk, natuurlijk, niemand heeft een bordje hangen. Ja, dus ja. Op het eerste gezicht ga je op het uiterlijk moeten vallen. Ja. En het moet natuurlijk klikken. Mm-hmm. Ik hou van mijn werk en van mijn kinderen. Mm-hmm. Toch? En verder hou ik van lekker eten, van terrasje pakken en ergens gaan eten enzovoort. Mm-hmm, toch? Mm-hmm. Dus als die man daarvan ook houdt, dan ben ik tevreden. We zijn tevreden, vrouw. Nee, is niet, ja. Nee, boy, echt. Nee, is niet. Echt. Dus, Mitchell. Het is geen zware eis, je hebt tussen af 9 uur. Maar die man moet wel begrijpen dat we drukke vrouwen zijn. Ja. Maar dat is het probleem, toch? Ze moeten niet te veel aandacht eisen. Dat is het probleem van drukke vrouwen. Drukke vrouwen, meestal hebben een probleem met die man. Want die man wil aandacht. Want omgekeerd, wanneer die man druk is, dan willen jullie aandacht. Klopt. Nee, ik maak tijd. Tijd moet je maken. Maar Joan maakt volgens mij geen tijd. Nee. Ik heb tijd voor andere dingen. Voor mijn sociale projecten. Ja. Ja, toch? Waar is het werk begonnen? Waar is dat wat jullie nu doen begonnen? Bij mij is het begonnen toen ik op de universiteit was. Mm-hmm. Ik moest afstuderen en ik zocht dus naar een stageplek. Mm-hmm. Toen heb ik meneer Hooplot, advocaat Hooplot, bereid gevonden om mij dus op te vangen. Mm-hmm. En dus ik mocht bij hem stage lopen en ik heb dus daar mijn stageperiode afgerond. En dan ben ik daar ook in de advocatuur gerold. Ja. Ik ben hem natuurlijk heel dankbaar, want het was geen bewuste keuze hoor, om in de advocatuur te gaan. Wat wilde je wel worden? Stewardess. Oh, stewardess. Ja. Dus toen ben ik naar oom Fred geweest, Weilen, oom Fred Derby. En ik vroeg hem, ik zeg, oom Fred, ik wil stewardess worden. Hij zegt, meisje, donder op naar de universiteit, Noah stewardess. Wel, ik was zo teleurgesteld, maar ja, achteraf gezien, dan is het toch wel ergens goed voor geweest dat ik mijn universitaire studie heb afgemaakt. Mm-hmm. En dat ik er toch niet voor heb gekozen. Maar ja, ik bedoel, als jong meisje, dan denk je van stewardess, dat is al het reizen. Dat is een groep van één meisje. Klopt, ja. Was Joan een stimulans voor jou? Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. Ik heb eerst gewerkt bij het ministerie van ATM mm-hmm. en toen bij HI. En Joan had intussen ook al de praktijk een aantal jaren. Op een gegeven moment, zij was de enige advocaat in de praktijk, maar ze had natuurlijk wel personeel enzovoort. En je weet, je rent van de civiele zaal, strafzaal, naar de civiele zaal, naar de strafzaal enzovoort. Dus op een gegeven moment groeide haar bedrijf explosief mm-hmm. en ze ging het een beetje, bijna ging ze eraan onderuit. En toen heeft ze gezegd, Moke, je had me moeten helpen, je had me echt moeten bijstaan. Maar ik had zoiets van, advocatuur, mee echt niet hoor. Dan kreeg ik mijn salaris elke maand op tijd. Je bent verzekerd. Ja, je bent verzekerd van je salaris. Maar ze ging er echt onderuit, toch? Mm-hmm. En heb ik gezegd, nee, ik ga de knoop doorhakken. En toen moest ik ontslag nemen bij de overheid. En toen heb ik inderdaad toestemming gevraagd om tot de balie te worden toegelaten. Mm-hmm. En in 2005 ben ik toen advocaat geworden, ben ik gelijk. Daarvoor moest ik natuurlijk stage lopen, mm-hmm, 2 jaar. Mm-hmm. Heb ik bij Jones uiteraard stage gelopen. Dat was natuurlijk ook mijn patroon, mm-hmm. mijn begeleid, alles en nog wat. En in 2005 ben ik toen beëdigd als advocaat. En toen ben ik met Joan gaan samenwerken. Dus hoe lang zit jullie al in het vak? Ik 19 jaar. 19 en jij? Ik ben 2015, hè? 15. 2013, 5 jaar ben ik in het vak.
Joan, 19 jaar ben je al in het vak. Ja. Toch? What is your worst case? Ja. Ik heb een case. Het was een strafzaak. Uh-huh. Waarvan ik dacht, oeh. Ik werd dus toegevoegd aan een zaak in de zaal. Dus ik was toevallig in de zaal. Mm-hmm. En er was iemand die dus geen advocaat had. Ja. En natuurlijk kreeg je vanuit de overheid kreeg je dan een advocaat toegewezen. En ik was toevallig in de zaal en de rechter zei, meester Nipte, kunt u deze meneer verdedigen? Ik zei, is goed. Kosteloos. Kosteloos, ja. Het was een kosteloze zaak. Dus ik heb me dus verdiept in de zaak en het was een case waarbij die man, de verdachte, zijn moeder had verkracht. Dus dat was voor mij, het ging echt verkracht. Mijn verstand te boven. Hij was weliswaar dronken. Maar heb je die case toch genomen? Ja, je weigert geen case. Ik dacht ik doe het maar. Het is een recht van de verdachte op verdediging. Verdediging op bijstand. Ja. Dus en die man had natuurlijk ook hij had verdediging nodig. Dus bijstand nodig. Mm-hmm, mm-hmm. Dus ik heb de zaak maar gedaan. Maar het was geen smakelijke zaak. Mm-hmm. Dat niet. Nee, dat niet. En het is maar natuurlijk bij. Het blijft je bij. Als iemand me vraagt van wat is de ergste case die je hebt gehad. Dan is dat het echt wel geweest. Hij is vrijgesproken. Hij is niet vrijgesproken. Nee. Sally, je moeder verkracht. Ja, is het niet dan? Nee, hij was dronken. Los. Hij was onder invloed en zo. Maar heeft hij verkeerd gezien? Dat vond hij. Dat doe je niet. Dat vond hij. Maar je verkracht ook niemand. Je verkracht ook niemand. En als het ook nog je moeder is, dan is het, geeft het een extra. Maar hebben jullie zijn twee zusters? Met hetzelfde vak? Ja. Of hetzelfde beroep? Ja. Toch? Hebben jullie al cases gehad tegen elkaar? Riffo bijvoorbeeld, nee. Wil neemt Joan en ik neem jou. Nee. Nee, nee. Maar gaan jullie dat wel kunnen doen? Ja, nee, ja. Ik liever niet hoor. Ik liever niet, want je moet natuurlijk wel het vertrouwen hebben van je cliënt. En als je cliënt weet van je zus is van de tegenpartij, ik zou de persoon dan wel... naar een andere advocaat verwijzen. Omdat ik dus liever niet een zaak zou doen waarbij Mouke advocaat is van de... Maar Mouke wel. Ja, ik doe het. Ibaluka Moni. Nee, ik zeg aan die persoon van kijk, oké, want je natuurlijk komt met documenten naar je toe van ja, ik heb een brief gehad of zo, een gebrekenstelling van advocaat Nipte. Mm-hmm. En ik zeg, oké, dat is mijn zus. En als u zich er niet comfortabel bij voelt, wil ik u adviseren om naar een ander advocaat te gaan. Mm-hmm. Liever. En we zeggen, nee meester, ik voel me... Maar natuurlijk moet je het onderscheid kunnen maken tussen privé en tussen zakelijk. Mm-hmm. Dat onderscheid kan ik absoluut wel maken. Mm-hmm. Toch? Dus een, ja, maar als mensen tegenover elkaar staan en ze hebben tegenstrijdige belangen, dan lijkt het mij niet echt dat je dus echt de zaak aanneemt. Lijkt mij hoor. Maar ja, Maureen is een advocaat op zich. Ja, om kennisoverdracht te doen. Dat zeker. Hij is echt een lopende wetboek. Met zijn mond. Ja. Het wetboek, hè? Ja. Kijk even naar artikel 348. Gewoon in het hoofd, hè? Ja. Die man heeft echt heel veel ervaring. Dus is eigenlijk ook een idool van jou? Ja. Mm-hmm. Absoluut. Weet je wie mijn idool is? Meester Hooplat. Ik heb ook bij hem stage gelopen toen. En hij heeft me ook heel goed begeleid. Ik ben hem echt dankbaar tot de dag van vandaag. Mm-hmm. Ik ben heel blij dat ik bij hem stage heb mogen lopen en dat ik ook bij hem heb gewerkt. Ik heb heel lang bij hem gewerkt ook. Dus ook als advocaat heb ik bij hem gewerkt, totdat ik dus op mezelf ging. Heb je nog een idee? Ja, er is nog eentje toch, een bekende. Hoe je die man weer een korte,
Rode. Meester Kolen. Ja, still going strong. Ja, hij is al 90. Ja, hij is laatst 91 of zo. Ja, maar hij is wel al 90. Hoe oud mag je zijn om... Zolang je leeft. Dat is voor het leven. Je moet het wel goed op de correcte manier. Maar Meester Kolen, petje af hoor. Hij doet het heel goed. Maar voor kan naar smeergelden? Hebben jullie smeergelden gehad? Nee. Niemand biedt aan? Nooit aangeboden? Mensen komen soms wel met van die rare verzoeken, maar ik bedoel, je moet natuurlijk wel uitleggen van nee, daar moet je niet bij mee komen. Ja, klopt. Weet je, dus... Als misschien de tegenpartij, vooral in civiele zaken, dat de tegenpartij komt van hé, meester, laat die dame die zaak verliezen of zo, maar... Ik heb natuurlijk nooit zo'n oneerbaar voorstel gehad, hoor. En ik laat me sowieso daar niet voor lenen, absoluut niet. Maar hoe staat met een verdachte? Dus, een heer gesprek, trouwens, een heer man in Pululu, zie je dat hij die is voor ja. Uit toch? Ja. Volgen naar een pistool dat hij. Zeg je, neem je die zaak toch? Ja. Eh? Hij heeft recht op verdediging. Ja, klopt, ik neem het gewoon. Soms komen ze met een hoop praatjes en praatjes. Ik was niet daar. Ik zeg, hé, nou leg je me toch, mina Jose Midere. Ik zeg, hé, mina Jose Midere, dit begint te krien aan mij. Dat vertellen ze de waarheid. Dan zeg ik, meester. Ai, meester, ik ben een boy. En van daaruit kijk je dan hoe je de persoon kan verdedigen. Maar jij zegt niet aan de rechter dat hij even zegt dat hij het. Want weet je wat ik heb geleerd? Ik heb geleerd, sinds mijn grootkant toch, ik kijk ook van dat soort films. Ja, detectives. Detectives. Ja. En dan zie je gewoon hoe advocaat naar school gaat of heeft leren liegen. Nee, maar dat is het. Is het klopt, hè? Nee, man. Weet je waarom? Nee, je verdient dat. Jij was niet daar. Ja. Maar toch afvast van je verteren staan aan de rechter. Dat je bij de draad lijkt alsof jij daar was. Ja, nee, maar je leest het dossier. Oh. Je hebt een strafdossier. Je gaat natuurlijk toch, ook af getuigen, op wat je cliënt. Wat je cliënt. Ik zei, oké, dan waar was je? Maar waarom heb... Want kijk, wanneer je met je cliënt praat of voorgesprek hebt, bijvoorbeeld voordat de zitting begint of zo, je moet alvast in de rechter erover gaan welke vraag de rechter hem gaat kunnen stellen. Je moet je goed voorbereiden. Doe je met hem van, oké, je was niet daar, maar waarom heb je die groene broek aan? Oh, ay, meester, boy, minder letter passen. Ja, toch, dat gaat de rechter je vragen, toch? Dus zo moet je alvast rollenspel met die man spelen. Je moet in de rechter in de alvast. Wat gaat de rechter je vragen? En waarempel met dat... Toen we gaan dat die ziet, de rechter gaat je dit en dit vragen. Waarempel, als je naar de zitting gaat. Maar waarom heb je die groene broek aan? En waar zijn ze voorbereid? Ja, en dat stellen ze op prijs. Dat ay, boy, meester, je hebt me goed voorbereid, hoor. Ay, want meester, als dan gaat boem. Nou, echt waar, maar... Bij sommigen zeg ik van Jerena. Er was ook een man, die was van mij had hij de 11e of 12e keer gestolen. Ik heb gezegd, hierna, tenminste, we moesten tegen de rechter. Tenminste, we moesten tegen de rechter. En we gaan naar de zitting. Ik zeg, mevrouw de rechter, ik heb aan mijn cliënt gezegd. Ik moet zeggen wat ik moet zeggen. Dus de hele zaal lag plat. Toch? Maar natuurlijk ga je een soort sociaal voor. Ik zeg, ja, hij heeft niet dat gevangenis nodig. Hij moet misschien... Want toen zijn begeleiding. Begeleiding. Ja, begeleiding. Ja, begeleiding. Ja, alternatief in de fout, en zo, ja. Wat is het mooie van het vak? Wat is het mooie van dat het vak? Dat je mensen kan helpen. Ja. Mensen helpen, ja, dat is man. Het mooie van het vak. Ja, vooral als je mensen vrij krijgt. Je hebt de voldoening, toch? Ja, je hebt de voldoening. Jullie helpen? Ja. Ook al heb ik geen geld, kan ik aan jullie deur kloppen. Absoluut, zeker weten. Zeker weten. Natuurlijk zijn we geen... Natuurlijk heb je daarvoor kosteloze recht bij staan. Ja, want je moet ook leven. Begrijp je? Want straks krijg je een heleboel, want wanneer ze gaan kijken. Ja, toch? Een heleboel, dus mensen. Ja. Dat is weer niet de bedoeling. Kosteloos. Nee, maar we blijven ze helpen. Hoor. Als ze het niet kunnen betalen, dan blijven we ze wel helpen. Ja, we blijven ze wel helpen. Ja. Maar het geldt niet voor degene die het hebben, hè? Nee. Nee, niet voor die. Nee, dus meteen aflongen en af de telefoonnummer. Ja. Ik doe sowieso, ik doe sowieso geen kosteloze rechtsbijstandszaken. Maar als iemand komt van boy mee, want natuurlijk... Je kan me niet voorzien als iemand wordt afgesloten of soms heeft iemand aanrijding gemaakt, persoon overleed en weet je, de bestuurder wordt opgesloten. Dus al dat soort onvoorziene dingen. We zijn dingen. Volkskinderen, je hebt dat horen, dus we zijn echt tussen de mensen, tussen het volk, grootgebracht op kwata, dus Ga jij daarom in de politiek? Ja, ik ga in de politiek omdat ik... je wil natuurlijk helpen, je wil natuurlijk helpen. De bijdrage leveren. Ik vanuit mijn beroep probeer ik al heel veel mensen te helpen. Ja, mensen geluk. Te wijzen wat hun rechten zijn, et cetera. Dat vooral, recht op een stukje grond, recht op gezondheidszorg, weet je. Onderwijs, dus je wil er zijn voor je volk. Wat is het eerste dat je gaat veranderen, als je daar mag komen? Het eerste dat ik ga veranderen?
is, kijk, er is heel veel armoede. Mm-hmm. Dus daar wil ik zeker wat aan doen. Mm-hmm. Er is zeker veel armoede. Weet je, de gezondheidszorg, dat baart ook heel veel zorgen. En als je ook kijkt naar oudere voorzieningen voor ouderen. Weet je, ik bedoel, mensen hebben zo lang gewerkt, heel hard gewerkt. En dan op hun oude dag, dan zijn ze behulpzaam of behoeftig. Weet je, en dan moet je er ook wel voor ze zijn. Dus voorzieningen voor ouderen, absoluut. Maar daar hebben ze natuurlijk ook recht op. En terecht op een stukje grond. Mensen hebben recht op een stukje grond, hebben recht op een onderdak. Mm-hmm. Gezondheidszorg, onderwijs. Dus dat is allemaal wat je dus als ik goed heb geluisterd, als Pro aan de macht komt, want daar ben je toch? Als Pro aan de macht komt, is het minister van Sociale Zaken. Het zou wel. Ja, ik zou me er wel goed bij voelen. Ja. Want een heer gesprek meer is sociale zaken, sociale zaken. Maar weet je, het is mijn passie, boy. Mm-hmm. Het is echt mijn passie. Nee, je moet je passie blijven volgen. Ja. Je moet je passie blijven volgen. Ja. Maar, Maureen, ben jij ook in die richting? Richting in de Pro? Nee, ik ondersteun mijn zus. Dus mijn zus is ondersteunder in haar politiek werk. Mm-hmm. Maar ik ben niet van Pro. Oh, je bent niet van Pro? Nee. Je hebt een andere keuze. Andere partij. Welke partij? Nee. Nee, maar dat is maar luister, leuk. Ik ga er wel over halen. Ik heb nog genoeg tijd. Ik heb nog steeds, mijn zus is bij me. Nee, weet je? Dus het komt weer goed. En het is zo leuk van Suriname, hè? Twee zusters. Twee verschillende partijen en we zitten gewoon naast elkaar. Elkaar. En we discussiëren ook over de politiek Maar dat even dat sociale hebben we echt van huis uit gehad, hè? Ja, toch. Van Nassipchien, toch? Ja, toch, Coroni. Ja. Coroni, die nipten zijn van Coroni. Ja. I love Coroni. Ja. Maar. En mijn moeder is Esaia, dus het is dubbel Coroni. Dubbel Coroni. Je bent geen zomaar. Nee. Dames, we gaan eindigen. Ja. Want Bendo is al lang klaar. Hij heeft gezegd 5 minuten en heeft het binnen 3 minuten gedaan. Oké, goed zo. We gaan eindigen met het laatste. Wat wil je nog bereiken? Wat wil ik nog bereiken? Een stukje sociale rechtvaardigheid. Ja. Rust in het land. Veiligheid, je moet je ook veilig voelen, weet je, iedereen heeft ook recht op veiligheid. Ja, klopt. Weet je, en die armoede, snap je, je hart bloedt als je natuurlijk ziet hoe andere mensen leven, weet je, in Suriname. Laatst waren we op, Witboiti. En dan vertellen de mensen zelf dat ze water putten uit het kanaal. Om te baden en zo. En dan denk je van, kan toch beter dan dat? Weet je? Dat, nee. Ik bedoel, in deze tijd, dan moeten de mensen ook wel recht hebben op drinkwater. Schoon drinkwater. Okay. Dus, een beter Suriname. Rechtvaardigheid, absoluut. Bendo, ben je al zover? Want dan gaan we de presentjes. Kijk wat we gaan doen. Jullie zijn twee zusters. Ja. Jongens, dat staat altijd klaar. Dank je wel. We gaan shooten, hè? Dank je wel. We gaan het in. Ik heb nog van Mix & Zeus cocktails. Oké, dank je. Dank je wel. Laten we even weer proosten op rechtvaardigheid. Ja. Rust in het land. Absoluut. We gaan 1, 2, 3. Shoot. Eén keer nog? Ayago! Bendo. Dankjewel. Laat me doorsturen. Dankjewel. Alsjeblieft, Maureen. Dit is, wat is dit weer? Kibbeling met wedges. En die Simply Sauce. Oké. Ja, die Simply Sauce. Dankjewel. Oké. Van mij kreeg ik ga bij Joan. Joan. Jij kreeg
deze hele Don Bosco. Juist. Lekker. Juist, romantisch. Dankjewel. Wanneer je bezoek hebt. Is goed, dankjewel. Wanneer je bezoek hebt. CJ, het is van mij hoor, je gaat er niet aan. Ja, CJ, ik let op, ja. Dankjewel. Molly, je kreeg 50 SRD, bel te goed. Goed zo. Want je moet klanten bellen. Ja, dus we gaan het digitaal voor je opwaarderen. Dankjewel. Ja? Dankjewel. Jullie beiden, ik ga vrijpostig doen, ja? Want het moet kunnen. Ja? Zijn twee mooie vrouwen, zijn twee zusters. Ja? Dus ik ga van Riffo. Ja? Riffo, luister je? Ja? Kreeg jij 25 SRD awards ja? En jij kreeg 25 SRD wow, awards. Wauw, lekker. Riffo's hoekje. Oké, okay. Ja? Dankjewel ja. Riffo. Ja, ja. Dankjewel en Riffo. Dit is Bendo. Dankjewel Bendo. Ja, dit is van Simplies. We hebben dankjewel, ook nu Simplies. Kibbeling, we hebben pasta soorten. Ik dacht dat dit pasta soort, ik hoorde iets van ja, pasta. Ja, we zouden eigenlijk pasta, maar Joan had eerste keuze was vis. Vis. Dus dat moet horen naar eerste keuze. Oké. Dan zei je je wani. Ja toch? Dat wordt jouw je je. En het is bang bang. Is dat ook bang bang na? Lekker. Weet je, gefileerd. Heerlijk. Mm-hmm. Heerlijk toch? Mm-hmm. Ja. Ik ga bij Mitchell eindigen. Jullie mogen door eten. Ik ga even eindigen hier in die camera van Mitchell. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van de gezusters Nipte. Uit Coroni. Ja. Is een mix. Nipte, Isaias dus. Geloof me, Akronto DC moet je een goede houwer hebben. In een kap en zomaar. Nee. Weet je, maar jullie hebben het gehoord. Ze zijn sociaal, maar laten we even eerlijk zijn met Begunu. Te sociaal moeten ze ook niet zijn. Ze moeten ook leven. Ze moeten ook leven. Je zou je toch, maar als je een probleem hebt, mag je altijd aan hun deur kloppen. Dat is vooral hoor. Ja, zeker toch? Weten. Ja, ze helpen graag. Maar uno me beguno uno go poren, want ze gaan me bellen. Simpel, wat heb je gedaan? Ja, ja, dus hou het rustig. Ik heb een mobiele rechtswinkel toch? Oh, je hebt een mobiele rechtswinkel? Zang! Een blauwe ook. Mobiele rechtswinkel. Ja, dus straks krijg je dat nummer ook. Wat is dat nummer? Het staat op de auto. Het staat op die auto, dus volg die auto. Als je die auto ziet en je hebt juridische bijstand nodig, mag je me stoppen. Mag je stoppen. Heb je gehoord? Ja. Dus ik hoef niets meer te zeggen. We gaan ze blijven ondersteunen. Toch? Want ze zijn ook vrouwen. Ook zij kunnen het heel goed doen. Absoluut. Ja, zeker weten. Beter dan de mannen. Nee, natuurlijk. Nee, no. Ik denk, ik plaag je even. We gaan het samen doen. Want dat moeten we leren in Suriname. Ja. We moeten het leren om het samen te doen. Dat is waar. Weet je waar ik voorzichtig mee wil zijn? Dan ga ik echt afsluiten. Gaan we afsluiten in de middelste kamer. Dan gaan we tataraan aan doen. Ja. Waar we moeten letten is dat ding van vrouwen kan beter, maar dat soort gender ding. Mm-hmm. Ik ben voorzichtiger mee. Nee, maar je hebt gelijk. Want weet je wat dat ding is? We moeten het samen doen. Je hebt helemaal gelijk. We moeten het samen doen. Je hebt helemaal gelijk. Laten we het afsluiten. In die middelste camera. Ja, ja. Tatarantan? Ja, ready? Oké. Okay. Tatarantan? Huh? Oh ja, 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 ja. Zie je. Kijk, die Acebox en die tafel is ook gesponsord. Ja, okay. Die mogen we hebben. Dit is een droom van me. Dit is simpel. Ja. Okay. Ik hou van, ik ben gek op hout. Ja. En ja, iemand heeft mooi. Dat gemerkt. Pellet, ja? Iemand die met pellets mooie dingen kan maken. Oh ja, okay. Heeft ons verrast hiermee. Ja, okay. Toch een tafel en een ijsbox. Kijk, deze ijsbox is hier. Wow. Prachtig, zit erin, hè? Ja. Prachtig een ijsbox. Is het. Ja, ja, en ja. Die heer is aan de Botro Turturustraat. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, meneer Fasi. Meneer Fasi, okay. Je mag hem bellen als je iets nodig hebt, ja, kan je me bellen, dan ga ik je. Maar kijk hier, dit is, prachtig gedaan hoor, meneer Fasi. Heel mooi. Dit. Hey boy, meneer Fasi, thanks hè. Maar we gaan het afsluiten met in die middelste camera, tatararantan, tantan. Ja? Okay. 3, okay. 2, 1. Oh, bij meta. Oh, ze maken me gek hier. 3, 2, 1. Tataran. Tantan, 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 tantan. Johnny oefen. Een paar keer, ja. Bye bye. Doei doei. Bye bye.
Geniet mee van de superleuke Telesuur prepaid voordelen. Zoveel bonus als je wilt met e-top-up. Gratis 100 sms'jes na de eerste 5. SMS bel naar 4006 en bel gratis na 10 uur 's avonds. Gratis bellen na de eerste 3 minuten. Telesuur, keeping us in touch.